Hi, leuk om met jou hier samen te zitten. Ja, heel erg leuk. Zal ik de eerste stelling pakken? Ik moet alleen even mijn bril opdoen. Ja. Daar komt ie. Ja, ben benieuwd. Marketeers zonder kennis van tech en data hebben geen toekomst. Nou ja, geen toekomst is natuurlijk wel meteen heel stellig, hè? Maar ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is voor marketeers om wel daar kennis van te hebben. Alleen al omdat je met die kennis natuurlijk veel verder komt en veel rijkere projecten kan maken. Ja, nee, ja, ik ben het er ook mee eens. Omdat voor alles wat je ontwikkelt en de campagnes die je maakt, monitor je altijd in hoeverre het efficiënt is, effect heeft. En als je niet de kennis hebt om die data te begrijpen en die analyses te kunnen maken, dan kun je het ook niet goed monitoren en begrijpen wat de campagne gedaan heeft. Ja, ja. En hoe je het weer kan optimaliseren. Ja, precies. En volgens mij speelt die data zowel aan de voorkant als zeg maar, aan de achterkant een rol. Dus in de zin van heel goed je markt begrijpen, je doelgroep begrijpen. En het inzetten ook om op basis van goede inzichten überhaupt zeg maar, een campagneontwikkeling te beginnen. Daar begint het denk ik al mee. Ja, absoluut. En dan inderdaad nog die stap daarna die jij zegt. Van, ja, kun je dat dan ook goed monitoren en daar weer van leren. En ook je aanpak aanpassen. Ja, precies. Want daardoor kan je ook weer wellicht je doelgroep aanpassen. Ja. En je concept weer aanpassen op die doelgroep waar je data voor nodig hebt. En de techniek is ook belangrijk om te bepalen en te beoordelen. Ja. Hoe je de campagne ontwikkelt, wat voor assets je gaat produceren. Ja. En hoe je het inzet op welke platform. Ja, precies. Nou ja, in die zin denk ik dat het ons vak alleen maar verbetert. Hè? Dat we met meer kennis ook echt betere keuzes al van tevoren kunnen maken. Tegelijkertijd zie ik wel dat, geen toekomst is natuurlijk wel meteen heel stellig. Hè? Maar ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is voor marketeers om wel daar kennis van te hebben. Alleen al omdat je met die kennis natuurlijk veel verder komt. En, maar misschien pak ik daarmee een andere stelling. Nee, maar ik vind het wel interessant. Heb je daar een voorbeeld van dat je het wat meer tastbaar kan maken? Hoe je dat bedoelt? Nou, ik heb soms het idee dat, kijk, er komt natuurlijk heel veel data vrij. Hè? En hoe interpreteer je dat nou? En daar zit volgens mij nog wel een grote uitdaging. Dus kun je het interpreteren in relatie tot strategische keuzes die je hebt gemaakt. Maar ook kun je de rust bewaren om niet te diep te gaan. Diep te gaan, maar ook te snel te willen reageren op dingen. En dingen alweer anders willen doen. Zeg maar ook om echt te leren hoe de ontwikkeling zich voortzet. En niet te snel ingrijpen. Ja, dat je eerst afwacht wat de verdere data is, wat het doet en waar in de journey. Ja, ik denk dat ik daar wel veel voorbeelden van zie. Ik ben voorzitter van de Effie Awards. Ja. En daar zie je dat de laatste jaren natuurlijk ook steeds meer korte termijn cases worden ingezonden. En dat is omdat we dat activeren belangrijk vinden. Maar denk ik ook omdat we heel snel resultaat willen zien. Ja. En campagnes dus ook niet meer zo'n lange adem hebben. Ja, en als een van de doelstellingen is loyaliteit bouwen met je klant. Kan dat niet op korte termijn bewerkstelligd worden. Dan heb je het alleen over een kortstondige conversie op verkoop wellicht. Ja. Ja. Maar niet op brandniveau. Precies. Precies. En volgens mij is dat eigenlijk wel wat ik bedoel. Als je kijkt naar die data, die zijn toch vaak heel zijn gedragsdata. Ja. Die je vaak op korte termijn ook ziet. En dan ben je ook geneigd om op dat gedrag direct te gaan sturen. En dat is denk ik voor een deel heel goed. Maar daarmee slaan we soms ook wel die hele fase van echte langdurige merkeffecten over. Of daar hebben we minder aandacht voor en zicht op. Ja. Waardoor dat soms wel een beetje uit het plaatje dreigt te verdwijnen. Ja. Ja, dus het is eigenlijk niet alleen die kennis hebben, maar ook er iets mee doen zodat je campagnes effectief maakt. Precies. Dus eigenlijk zijn we het mee eens. Ja, maar eigenlijk zeggen we dus die data en die techniek die heb je nodig naar de toekomst. En als je daar geen begrip van hebt, dat is kansloos. Maar tegelijkertijd zijn we er nog niet helemaal in hoe we dat toepassen. Ja. Oké, zal ik de volgende pakken? Merken kunnen alles zelf behalve creatie. Vind ik best lastig. In de zin van dat ik het zelf vanuit klantzijde dan wel belangrijk vind dat je gevoel hebt voor
creatie. Ja. En inderdaad, ik denk dat vooral bureaus moeten blijven en daar de kennis moet blijven. Maar wel dat je niet meer op een hele traditionele wijze werkt, dat je je briefing geeft en niet zelf al nadenkt over welke behoeftes heeft mijn doelgroep. Ja. Wat is het omveld van mijn doelgroep? Wat voor ideeën of manieren van communicatie sluiten aan? Dus niet zozeer dat je een heel concept creëert, maar wel dat je heel goed nadenkt over de richting van het concept. Ja. Van het creatieve concept. Ja, precies. Ik denk dat een belangrijk... Het begint misschien met de vraag, wat is creatie dan? Ja. Hè? Wat je al aangeeft, goed je in de doelgroep verdiepen. Wat zijn nu manieren waarop we die doelgroepen aan kunnen spreken en kunnen aanjagen? Dat is denk ik heel goed als je daar als merk zelf over nadenkt. Maar ik zie dat echt goede, impactvolle creativiteit, dat vraagt vaak ook een beetje afstand. Dus dat je ook even uit de materie kunt ontstijgen. Misschien ook wel een beetje de dynamiek en de structuur van de organisatie moet achterlaten om echt een stap daarin te maken. Er zijn natuurlijk best veel voorbeelden van merken die dat geprobeerd hebben om creatie echt in huis te halen. Maar eerlijk gezegd, echt heel veel of langdurig goede voorbeelden ken ik eigenlijk niet. Nee, een beetje aan te sluiten op wat jij zegt. Ik denk ook dat als je inderdaad creatie binnen het bedrijf hebt, dat je ook niet genoeg meer bezig bent met wat wordt er door andere merken gemaakt of hoe denken andere doelgroepen over concepten. Ja, ja. Dus dat je eigenlijk een beetje vervormd wordt als je alleen maar voor je eigen merk concepten creëert. Ja, ja, precies. En dat is natuurlijk in de context van een bureau wel. Er wordt voor verschillende opdrachtgevers, verschillende markten gewerkt. Dus je wordt geïnspireerd daardoor. Dat is denk ik toch... Ja, in de basis een creatievere omgeving die creativiteit stimuleert. Zeker ook als verschillende creatieve teams op één merk werken. Ja, 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 precies. Zijn we het nou weer met elkaar eens? Ja, het is echt wel jammer. Misschien dat we allebei klant zijn zitten. Hè? Ja, 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 precies. Nou ja, ik hang er een beetje tussenin eigenlijk. Dus het is wel een beetje beide perspectieven. Goed. Dan denk ik dat jij weer een stelling mag pakken. Een bureau moet een strategische partner zijn. Kan dit met één bureau of heb je meerdere bureaus nodig? Hmm. Ik denk dat je, als je met meerdere bureaus werkt... Ja. Het ook een beetje afhankelijk is van het bedrijf waar je werkt. Of je verschillende categorieën hebt, verschillende doelgroepen. Ja. En ik denk dat het wel heel verfrissend kan zijn als je met verschillende bureaus werkt. Ja. Om verschillende inzichten ook te krijgen. Ja. Ja, want ik ben nog even aan het nadenken over de stelling. Hè? Want er staat, een bureau moet een strategische partner zijn. En daar heb je er meer van nodig, toch? Ja. Want... Om er zeker van te zijn dat we goed zijn. Ja, precies. Ja. Een bureau moet een strategische partner zijn. Kan dit met één bureau? Of heb je meerdere bureaus nodig? Dus heb je meerdere strategische partners nodig? Zo lees ik hem. Ja. Dus ik ben van mening dat het goed is als je meerdere partners hebt... Ja. Die jou kunnen ondersteunen of samenwerken om een strategisch traject te ontwikkelen. Ja, ik denk dat als je die strategie op verschillende domeinen zeg maar goed wil invullen... Ja. Dat ik daarin heel erg meega. Je kan merkstrategen, communicatiestrategen, misschien wel een digitale stratege. Dat zijn inmiddels natuurlijk allemaal zulke specialismen... dat je als opdrachtgever denk ik goed wil kijken... heb ik op elk domein dan de beste mensen met de beste kennis? En de vraag is of één bureau... Dat heeft. Een meer full-service bureau, zeg maar, op al die aspecten kan functioneren. Kijk, ik ben zelf natuurlijk geneigd ook heel erg tegen deze stelling te zeggen... ja, je hebt meerdere specialisten nodig. Ik ben zelf merkstrateeg. Andere domeinen echt minder goed. Maar op merkstrategie heb ik heel veel te bieden. Ja. En zou het zonde zijn als opdrachtgevers zeg maar, alles bij één bureau halen... en niet kijken waar topspecialisten te vinden zijn... Aan de andere kant zie je wel toch weer echte full-service bureaus ontstaan. Hè? Of ontstaan, maar in ieder geval, ik heb het idee dat die wel weer wat steviger
zich in de markt aan het zetten zijn. Zoals nu de WPP-groep. Ja. Het MBWA heeft dat natuurlijk altijd echt volgehouden. Van, joh, dat kunnen opdrachtgevers helemaal niet aan. Al die specialisten goed aansturen. Of daar één gezamenlijk goed verhaal van maken. Ja. Maar dan ben ik wel benieuwd naar jouw ervaring daarin. Want dat vraagt iets van jou. Ja, ik prefereer om met verschillende bureaus te werken. Maar dat heeft ook te maken met mijn behoefte. Omdat ik ben verantwoordelijk voor global sponsorships. Dus dan heb je het over verschillende entiteiten. Yeah. Met verschillende doelgroepen die waar je content of creatie of campagnes voor maakt. Yeah. En ik vind het juist heel interessant dan om met specialisten te werken. Om een voorbeeld te geven. Een van de partnerships is Pride. Ja. En dat is zo specifiek ook qua de wijze hoe je wilt communiceren. De creatieve concepten die je wilt ontwikkelen. Dat het echt past. Ja. En ook omdat het heel gevoelig kan liggen of het wel resoneert met die doelgroep. Mm-hmm. Dus ik werk bijvoorbeeld dus voor Pride op een hele andere wijze. Dan voor meer traditionele campagne. Als het Rijksmuseum. Ja, ja. Dus ik bekijk eerst van oké, voor welk sponsorship maak ik een campagne? Ja. Met welke doelstellingen en voor welke doelgroep? Ja. En natuurlijk ten alle tijden zal ik altijd met onze preferred suppliers werken. Maar soms is het wel nodig om daar een heel niche-achtig type bureau te vragen. Ja, ja. Of onderdeel te laten zijn van een netwerk. Ja, om precies toe te voegen. Ja. Maar dat vraagt van jou natuurlijk wel dat je de markt goed kent. Hè? Het aanbod goed kent. Wie welke specialisme biedt op welk terrein. En ik denk dat sommige echt goed ontwikkelde merken, adverteerders, dat goed kunnen. Dat er ook een heleboel partijen zijn die dat echt lastig vinden. En dan misschien makkelijker toch naar één partij gaan. Maar ik weet niet hoe jij dat... Ja, het vergt gewoon meer van jou als opdrachtgever. Ja. Ja. Omdat je natuurlijk inderdaad niet één aanspreekpunt hebt. En wellicht met verschillende bureaus werkt. Mm-hmm. En dat moet coördineren en overzien. Ja. Maar voor mij heeft het zich bewezen dat mijn campagnes meer impact hadden, kwalitatiever beter waren. Ja. En gebracht hebben wat ik wilde dat ze zouden brengen door op die manier te werken. Ja, oh, wat goed. Nou ja, en dat vraagt veel van jou toch? Om het uiteindelijk wel bij elkaar te krijgen en brengen. Dat het wel allemaal onderdeel wordt van... logisch onderdeel van één merk. Ja, je moet inderdaad, wat je ook zegt, constant je bewust zijn dat het holistisch blijft. Ja. Dat het één campagne blijft, vooral omdat je met meerdere partijen werkt. Ja. En dat je daar consistent in blijft. Ja, ja. Ah, mooi. Ja. Dus een oproep aan alle bureaus om zich heel goed te blijven profileren, toch? Ja. Zodat jij goed weet wat je moet kiezen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, pak ik nog zo'n stelling. Oh, is het gewoon de laatste? Nee. Data en techniek en creativiteit creëren veel mogelijkheden, maar maken het ook complex. Ik vind dit een heel interessante stelling. Omdat juist door data en techniek we heel anders zijn gaan werken. De bewustwording van het gebruik van de data en de verschillende technieken die je tegenwoordig hebt, maakt dat je als je een creatief concept hebt, eigenlijk al heel goed na moet denken over hoe je het wil uitwerken, dus de executie. Ja. En hoe je het gaat implementeren en wat je daar al voor nodig hebt. Ja, ja, precies. Dus het vraagt gewoon veel doordachter voorwerk eigenlijk. Absoluut. Ja. Het is niet meer de traditionele wijze dat je één basisconcept hebt. En maar een aantal assets die je dan ontwikkelt. Ja. Maar dat je echt wel goed nadenkt over de hele doorvertaling. Ja. En ze gebruiken hier het woord complex, hè, in deze stelling. Ja. Maar waar staat die complexiteit voor jou dan voor? Dat je inderdaad veel meer onderdelen ontwikkelt. Dat je veel meer. Dat je ik zie het eigenlijk als een matrix. Ja. Dat je één basisconcept hebt. Dat je door gaat vertalen in al die verschillende platforms of doelgroepen of persona's voor wie je het wil gaan gebruiken. Ja, volgens mij, dat herken ik heel sterk. Dat het dus veel meer te maken heeft ook met heel goed specifiek maken voor al die verschillende doelgroepen of bijna individuen. Ja. En dat daar gewoon ongelooflijk veel werk in zit. En dat is misschien niet ingewikkeld, maar het is wel
ja, een puzzel, zeg maar, ja, om alles goed uit te ontwikkelen. Als je denkt in al die verschillende journeys inderdaad, om het gepersonaliseerd te houden, dan moet je ook zorgen dat je binnen al die touchpoints in die journey daar de juiste content voor ontwikkelt. Ja. Om ervoor te zorgen dat die conversie uiteindelijk ook plaatsvindt. Dus we gebruiken natuurlijk heel vaak het woord complex. Maar in mijn ogen is het vooral heel erg bewerkelijk. Hè? Dus de mogelijkheden creëren gewoon ongelooflijk veel werk om dat goed te doen. Wat het natuurlijk helemaal waard is. Maar tegelijkertijd zie ik daar ook wel weer een beetje een uitdaging. Dat ik het idee heb dat opdrachtgevers en misschien daar de bureaus ook wel zich heel erg verliezen ook wel in juist die uitvoering. Soms heb ik wel eens het idee dat dat dan ten koste gaat van misschien wel de ideeënontwikkelingen aan de voorkant. Want uiteindelijk begint het daar natuurlijk wel mee, denk ik. Als je echt impact wil maken, dat je heel goed weet waar je met je merk naartoe wil. Mm. En hoe je daar een impactvol communicatieconcept bij kan ontwikkelen. Nou, ik ben zelf heel erg voorstander van meteen met alle verschillende disciplines aan tafel te zitten. Ja. Zodat je dat precies voorkomt. Dat er in een later stadium mensen realiseert dat dat niet mogelijk is. Terwijl als je bij voorbaat al met alle partijen om tafel zit om te bepalen van dit werkt wel en dit werkt niet. Dus eigenlijk dat die matrix bij wijze van spreken al daar een soort van blueprint hebt. Hoe je uiteindelijk die campagne wil implementeren. Dat het dan niet complex hoeft te zijn. Ik zie het zelf namelijk helemaal niet als complex. Nee. Ik vind het juist heel overzichtelijk. Ja. Want je komt niet voor verrassingen te staan. Nee. Nee, en wat het misschien soms wel eens een beetje complex maakt, is dat je natuurlijk wel al die partijen aan tafel moet hebben die een bepaalde samenwerkende houding en gelijkwaardigheid moeten vertegenwoordigen. En ik kom best wel bij veel bureaus over de vloer. Vanuit mijn rol als stratege vertegenwoordig ik vaak of werk ik vaak samen met opdrachtgevers en ben ik vaak een beetje een verbindende schakel ook wel met bureaus. En daar signaleer ik tot mijn grote verbazing nog wel eens verschillen in hoe men daar naar kijkt. Hè? Dat het toch... Maar de klant of het bureau? Nee, de bureaus. Ja, en er zijn ook best veel klanten die daar vrij negatieve ervaringen mee hebben. Met het gedoe tussen bureaus onderling. Ja. Omdat er nog best wel concurrentie is. Als het gaat over wie doet nu wat. Ja, dat is denk ik het lastige. Dat je een beetje grijze gebieden krijgt. Ja. Dat er een aantal overlaps zijn tussen de disciplines. Ja, precies. Dus je moet, en dat vraagt denk ik goed opdrachtgeverschap. Mm-hmm. Om dat heel goed te sturen, te begeleiden en duidelijk te zijn ook wat je van elke partij verwacht. Zodat je daar geen gedoe over hebt, maar samen tot een mooi product kan komen. Want dat is het uiteindelijk natuurlijk. Ja, mee eens. Ja, maar daar ligt denk ik wel een hele belangrijke toekomst ook voor ons vak. Hè? Om ook helder te zijn in waar ligt je eigen discipline. Hoe sluit die aan bij anderen? En hoe kunnen we nog beter die samenwerking vinden? En elkaar ook gewoon kennen. En misschien wel wat meer uitwisselingen organiseren ook, weet je? Ja, zeker. En ook inderdaad die kennis, die datakennis die een klant heeft, dat veel meer delen met het bureau. Ja. En de kennis die het bureau heeft en die interessant kan zijn voor de klant om inderdaad betere campagnes te ontwikkelen. En ook in de start al na te denken over wat willen we. Ja. Dat ook in een veel eerder stadium gebeurt. En niet bij de traditionele overhand van de briefing. Ja, want als we het hebben over die data, dan ligt daar natuurlijk ook wel een belangrijke vraag, denk ik. Van hoeveel wil je als, of als merk of als opdrachtgever uiteindelijk allemaal delen en met wie? En hoe faciliteer je daarmee eigenlijk ook je bureaus om daar goed werk mee te doen? Is dat een issue, die openheid van die data? Ik zie dat niet als een issue, want ik zie het alleen als toegevoegde waarde. Als wij op basis van die data weten wat effectiviteit genereert, wat aansluit bij, bij de doelgroep, wat ervoor zorgt dat je de journey optimaliseert van je campagne, van de consument, dan heeft dat alleen maar voordeel. Dus ik kan me voorstellen dat het soms lastig is om heel veel openheid te geven. Maar ik denk als het baat heeft, dat het altijd gedeeld moet worden. Ja, dat denk ik ook. Hè? Omwille van het beste resultaat. Ja. Toch zie ik daar soms een soort rare tegenstelling. Dat er ook wel moeilijk over gedaan wordt om die data goed te delen. Ik denk,
dat maakt het dan ook alweer complex. Als je die data wil hebben, maar niet open kunnen omgaan, dan, dan hebben we er nog niet zoveel aan. Nee, dan kom je ook niet verder. Nee. Nou, om dat concreet te maken, bijvoorbeeld bij de Effie ook weer, lopen we daar tegenaan. Mm-hmm. Bij veel cases, veel inzendingen, mensen zeggen, nou, dit kunnen we niet delen, dit kunnen we niet delen. Dan denk ik, dat is wel lastig, want uiteindelijk wil je wel... Ja, maar dan kunnen jullie het ook niet goed beoordelen of het wel of niet efficiënt. Precies, we kunnen niet goed beoordelen. En uiteindelijk wil je toch ook dat je van de cases kunt leren. Dus het is wel een aandachtspunt. Ja. Hey, ik denk dat wij nog een stelling moeten bedenken, of niet?